Van Maria School. Ik ben Sofiane en dit is Olu. Welkom van de Maria School. Saverio. Hey, en waar gingen jullie rap over? Over schoonmaak. Houd schoon. Waarom is het belangrijk dat je het schoon houdt dan? Als alle mensen papiertjes op het is slecht voor het milieu. Koud schoon. Gooi alles niet weg. Anders krijg je boetes en dat is erg pech. Koud schoon. Gooi alles in het prullenbak, papiertjes van snoep en een lege bak patat. Koud schoon. Ik ben Sarah en ik kom uit Dio 2002, Kasteel Spangen. Ja, over de wijkregels. En wat, ja, maar jullie tekst? Dat jullie buiten... Ja, normaal moeten doen, respect voor oudere mensen moeten hebben. Waarom is het zo belangrijk dan? Oh, dat je ruzie voorkomt? Oké. Okay. Hey, en wat vond je er nou het leukste aan? Ja, op podium staan. En rappen. Ik ben een voorbeeld voor de hele hoek. En dat weet ik, doe mijn best te volgen. Wat een diep op mijn toko. Druk gelijk een gekke bek op mijn schoolfoto. Ik ben een voorbeeld. Ik ben Sofiane. Mijn kamer die is schoon. Zo moet het ook straat. Dus gooi je af en weg. Alles wat ik praat. Praat met de boys. Want ze doen nou mee. Het is een gras op straat. Want dat is niet oké. Okay. En waarom vond je het nou zo leuk om te rappen? Wat vond je er leuk aan? Omdat het mijn toekomst is. En mijn toekomst zit ik nu waar te maken met mijn cd. Denk je dit? Ja. Waarom? Ja, misschien. Omdat het leuk is. Waarom is rappen zo leuk dan? Ik weet het niet. Omdat het gewoon leuk. Omdat je kan rijmen. Omdat er chickies achter je aankomen. En omdat die kan gewoon gaan rijmen. Je kan ook rappen, dan krijg je later geld voor. Ja, je kan voor een nieuw. Hey, hebben jullie ook gerapt? Nee, ik niet. Heb jij gerapt? Ja. Wat is je naam en welke school? Ahlan van Prinses Margriet School. Hey, en waar gingen jullie rap over? Over veiligheid. Waarom hadden jullie veiligheid gekozen? Omdat veiligheid vaak voorkomt voor de wijkregels. Wat gebeurt er? Gebeuren er vaak ongelukken dan? Nee, niet echt, maar het is wel belangrijk. Hey, en wat wil je hier nou mee gaan doen met het rappen? Wil je misschien nog verder gaan of iets? Ik wil wel verder gaan, ja. Hey, en hoe hebben jullie dat nou op school gedaan? Hoe ging dat in zijn werk? Gewoon repeteren, zoiets. Maar eerst kwamen de meesters de eerste dag op school en hoe ging dat dan? Toen gingen ze groepjes verdelen en toen moesten we eerst rijmen om te kijken of we goed konden rappen. En daarom moesten we onze rap schrijven. Goed jou, en jij goed mij, want in mijn wijk hebben wij respect. Ik groet jou en jij groet mij, want in mijn wijk hebben wij respect. Ik groet jou en jij groet mij, want in mijn wijk hebben wij respect. Ik groet jou en jij groet mij, want in mijn wijk hebben wij respect. Hey, mijn naam is Alia en de naam van mijn school is Prinses Margriet School. Hey, en wat vond je van het optreden? Ik vond het optreden heel leuk. Heel leuk, ja. En kun je nog één keer je rap voordoen? Ik ben ook een voorbeeld, ja dat zie je zo. Ik laat je zo de weg zien, kom maar mee naar flow. Nu ben ik nog 9, later ben ik groot. Ik doe mijn best op school voor een diploma en zo. Nu gaat het rustig, later heb ik cashflow. Nu heb ik een kamer, later is mijn huis groot. Ja, later is mijn huis groot. Maar heeft het ook iets met de wijkregels te maken? Ja, het heeft te maken met dat je een voorbeeld bent voor kleine kinderen bijvoorbeeld. En wat zijn nou precies de wijkregels dan? De wijkregels? Wow! Niet pesten. En wat nog meer? Niet vechten ook. En voor de rest weet ik niet meer. Loop gewoon rustig. Zoek geen ruzie. En laat geen afval op de grond vallen. Gooi het gewoon netjes in de prullenbak en zo. Hey, en denk je nou dat die cd en jullie rap, zeg maar, dat de wijk beter gaat maken? Dat kan wel, maar het kan ook weer niet.
Want sommige mensen hebben gewoon, denken gewoon van, ja, gewoon een rap. Hoe kan je dat ons nou uitleggen? Maar als je goed naar de rap luistert, dan kan je het wel gewoon uitleggen. Ik ben een voorbeeld voor mijn hele wijk. Ik ben een voorbeeld, ja, van groot naar klein. En ik ben een voorbeeld, en ik ben niet echt een wijs. Ik zie hem elke dag op het deuren. Ik ben een voorbeeld, dit is wie ik moet zijn. Jana, zo alles, ik was zelf best. Denk je dat je nog verder gaat met rappen? Nee, ik doe meer met zingen. Ja. Oh, waarom ging je niet zingen dan? Ik ging ook zingen. Heb je een stukje gezongen ook? Ja. De verhalen die ze vertellen lijken echt niet op de mijne, de mijne, de mijne. Yo, yo, Mo! Mo, hoe ging het? Oh, goed. En waar ging jullie tekst over? We groeten elkaar. En kan je nog een beetje je rijm nog een beetje? Klein beetje. Alleen het refrein. We groeten elkaar, thuis en op straat. Als ik je tegenkom, vraag hoe het gaat, ik zeg hoi. Hoi, 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 hoi. En dan... Maar wat vond je nou van het rappen? Vond je dat leuk? Ja, ik vond het wel leuk. Waarom vond je het zo leuk? En ja, gewoon... De meesters leert je hoe je het moet doen. En ja, ik vond het heel leuk. Ja, waren het goede meesters? Ja.